Mijn eten komt een beetje... Gaming. Welkom bij weer een nieuwe Review Recap. Deze keer met een nieuw gezicht. Mark is op reis en tot hij terug is mag ik de reviews van ons testpanel voor jou samenvatten. Vandaag bespreken we de Lenovo IdeaPad 5 Gaming Chromebook. Je raadt het al, deze laptop focust zich vooral op gaming. 10 tweakers mochten 2 weken lang dit apparaat testen en reviewen. Benchmarks, honderden gespeelde games, onze tweakers hebben absoluut niet stilgezeten. Die uitgebreide reviews kun je allemaal lezen op de site, maar in deze video bespreken wij hier in hoog tempo de highlights. Dit is hem, de Lenovo IdeaPad 5 Gaming Chromebook. En dit zijn onze reviewers. Laten we met de buitenkant beginnen. De bovenkant is van geanodiseerd aluminium en de rest van de laptop bestaat uit kunststof. Reviewer Jorik vindt hem daardoor solide aanvoelen. Rani vindt hem qua uiterlijk wel wat tam, zeker voor een gaming laptop, maar volgens hem past hij daarmee ook prima in een zakelijke setting. En dan onder de motorkap. De Lenovo IdeaPad 5 beschikt over een Intel Core i3 processor, 8 GB geheugen, een SSD met 256 GB opslagcapaciteit en een onboard Intel UAD GPU. Rani constateert dat de combinaties van specificaties zorgt voor een laptop die snel reageert en vloeiend werkt. Hij heeft de Lenovo ook met andere Chromebooks vergeleken en noemt het een verschil van dag en nacht. De IdeaPad 5 beschikt verder over een RGB toetsenbord en tweaker TomTom Go ziet dat als een leuke toevoeging voor gamers. Maar hij vindt de instelmogelijkheden wel iets beperkt. Jorik vindt de anti-ghosting fijn, zeker tijdens het gamen. En de toetsen met een travel van 1,5 mm tikken volgens hem prima weg. Eenmaal opengeklapt valt één ding direct op. Het beeldscherm. Hier zijn alle tweakers lyrisch over en volgens hen is het dé grote kracht van deze laptop. Henk de Potvis schrijft dat er geen andere laptop in deze prijsklasse is met zo'n mooi scherm. Bakker Jammer noemt het WQ XGA scherm met een resolutie van 2560x1600 uitmuntend. En Kefsi roemt de verversingssnelheid van 120 Hz. Dat zorgt er volgens hem voor dat het een feest is om te gamen of te Netflixen. De prachtige kleuren, de hoge helderheid en de matte afwerking maken volgens Hottest Brain het scherm met afstand het beste wat deze laptop te bieden heeft. Rani stipt nog de beeldverhouding van 16:10 aan en is daarmee net ietsjes hoger dan de meeste laptops. En dat wordt door de meeste tweakers als prettig ervaren. En dan nu waar het bij deze Chromebook vooral om draait. Gaming. De reviewers hebben de afgelopen weken heel wat uurtjes gestoken in het testen van verschillende games. En dan met name via cloud gaming diensten zoals GeForce Now. Dat is over het algemeen goed bevallen. De Lenovo IP5 is hierop ingericht en dat merken de meeste tweakers direct. Waar je voorheen vaak last had van een vertraging, blijft dat bij deze laptop beperkt tot een minimum, constateert Sir Lion. Het voelt voor hem bijna alsof hij de games lokaal speelt. Jorik is direct aan de slag gegaan met Counter-Strike en concludeert dat dit voor hem de beste cloud-ervaring is tot nu toe. Ook Rani is tevreden, maar stipt wel aan dat gamespelen er op competitief niveau door de minimale vertraging soms wel een beetje lastig is. Lord Jitimus wijst er dan ook op dat cloud gaming niet voor de hardcore gamer is. Die heeft natuurlijk al lang een dikke setup thuis staan. Ben je meer een casual gamer? Nou, dan kan je hier echt prima mee uit de voeten. Wat voor vrijwel alle tweakers een gemis is, het ontbreken van een Ethernet-poort. Hierdoor ben je afhankelijk van een wifi-verbinding of moet je een dongle gebruiken. Daartegenover staat wel dat de IdeaPad 5 beschikt over de nieuwste wifi 6-standaard. En dan nog even kort over het besturingssysteem, Chrome OS. Jorik vindt het een groot voordeel dat je er qua beheer amper omkijken naar hebt. De eerste setup duurt hooguit een paar minuten. Updates gaan automatisch en geruisloos op de achtergrond. En je bent tot 2028 voorzien van beveiligingsupdates. En dan de accu. De Lenovo IdeaPad 5 heeft er eentje van 71 wattuur. En dat is dus behoorlijk groot. Het testpanel kon ongestoord gamen en 8 uur non-stop schieten is volgens Kefsi geen enkel probleem. De Chromebook is over het algemeen erg stil. De andere devices van Sir Lion willen nog wel eens opstijgen, maar dat was hier absoluut niet het geval. Pas toen TomTom Go wat zwaardere grafische benchmarks draaide, sprong de ventilator aan. Warm wordt hij eigenlijk ook niet. Ook niet bij lokaal gamen, aldus Bakker Jangert. Een verrassend veelzijdig apparaat. Dat is de conclusie van ons testpanel. Het beeldscherm, die steelt absoluut de show. Met de diepe kleuren en een hoge verversing van 120 Hz. En ook het gamen, ja, dat is goed bevallen. Deze lichtgewicht laptop neem je dankzij de lange accuduur makkelijk overal mee naartoe. Dagelijkse werkzaamheden verlopen soepel en zolang je een goede wifi-verbinding in de buurt hebt, kan jij lekker blijven gamen. Lees vooral nog de uitgebreide reviews van dit testpanel op de site. Ze hebben de Chromebook echt grondig getest. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende recap.